Nou, goedemorgen. Het was gisteren vrijdagmiddag en dus nu zaterdag. En echt de hoogste tijd voor een nieuwe Sloep en Tender videoblog. Dit is dus ook de reden waarom we deze vlog gaan maken. Want ja, we hebben het zo ontzettend druk. En we gaan het hebben over personeelstekort en kom bij ons werk. Want wij zijn op dit moment op zoek naar iemand die van zijn hobby zijn werk wil maken. We hebben, zoals jullie weten, wat coronajaren achter de rug gehad en coronatijd was super druk. En we hadden wel verwacht, eigenlijk na de coronatijd zou het wel wat rustiger worden. Dus redden we het wel met het aantal verkopers wat we hebben. Alleen, het is alleen nog maar drukker geworden. Dus we lopen weer voor op vorig jaar. Dus we hebben leuke, enthousiaste verkopers nodig. Onder andere, we hebben ook nog veel meer nodig, maar dat komt in de volgende vlog. En we laten je vandaag eventjes zien wat die functie inhoudt en ja, wat voor kwaliteiten jij daarvoor moet hebben. De eerste is vooral enthousiasme en eerlijkheid. Nou, de functie verkoper is ontzettend divers. Het begint eigenlijk al met de website die er heel netjes en mooi bij moet staan. Dus dat die goed bijgehouden wordt. Alle nieuwe boten die erop staan, die moeten, mooie foto's moeten erop komen. De prijzen moeten up-to-date zijn. Het systeem waar wij in werken om offertes te maken, die moet up-to-date zijn. En we moeten natuurlijk adverteren. En we moeten verscheurcafés houden. We houden bootshows. Dus eventjes een beetje leuk meedenken om klanten hier leuk te kunnen ontvangen. Nou ja, vervolgens heb je dus de klant heb je binnen en dan ga je die even lekker in de watten leggen. En ja, gewoon heel goed informeren. Het mooie bij ons is, we hebben natuurlijk boten van 4 meter tot en met, nou tegenwoordig van 13 meter. En ze worden nog groter. Dus je kan, voor ieder is er wat wils. En wat wij heel belangrijk vinden is dat jij degene bent die de klanten gewoon heel goed informeert en begeleidt in het hele proces. Sommigen zullen nieuw zijn, sommigen zullen al de derde boot kopen. Maar belangrijk is dat je aanvoelt wat een klant nodig heeft en gewoon door veel vragen te stellen kom je daar vanzelf achter. Het is heel belangrijk dat je niet pusht naar iets, maar dat je zorgt dat ze met een boot naar huis gaan die echt bij hun past. Dus dat vinden we heel belangrijk. Eerlijkheid vinden we dus heel erg belangrijk en dus heel veel klantgevoel en klantvriendelijkheid. Nou, soms duurt zo'n gesprek wel een uur, misschien wel 2 uur, misschien wel 3 uur. Ze zullen misschien ook nog wel eens terugkomen, dus geduld is ook een schone zaak. Maar belangrijk is dat we ze dus van A tot Z helemaal begeleiden. Nou, goedemorgen, mijn naam is Keijen. Ik werk op de verkoopafdeling van Verschuur Watersport. En doordat we personeel zoeken, ga ik jullie meenemen in de showroom om alles te vertellen over hoe mijn werkdag er hier uitziet. Kom met me mee naar binnen. Nou, als we binnenkomen bij Verschuur, dan heb je hier rechts gelijk onze werkplek vanaf de verkopers. Zelf zit ik meestal hier en vanuit hier doen we alle mail, telefoontjes aannemen en hier ontvangen we dan ook dus direct de klanten als ze binnenkomen. Meestal beginnen we de dag door de weeks vooral hier. En op zaterdag is het net altijd even anders, omdat we dan de meeste klanten verwachten, starten we meestal juist in de showroom. Zorgen we dat alles netjes klaar ligt, dat alle boten er piekfijn bij staan. Zodat als de klanten komen, ze wel de goede indruk krijgen van de boten. En alles gewoon netjes en schoon is. Verder, door de week beginnen we dus hier met de mail. Er komt vrij veel mail binnen, nieuwe leads van klanten die we allemaal op moeten volgen. Dus hier zijn we vooral heel druk. Maar ook doen we door de week het klaarmaken van de boten die afgeleverd worden in het weekend of einde van de middag door de week. Maar dat speelt zich vooral af in de werkplaats en achterin bij het water natuurlijk. Als we in de showroom werken, dan kijken we gewoon of alle boten netjes er mooi bij staan. Vaak moet je even kijken of de kussens recht liggen of alles goed aangekleed is. We krijgen regelmatig nieuwe modellen. Het gebeurt dus ook vaak dat boten zoals dit, die kant en klaar binnenkomen, de showroom in moeten. Nou is dat bij auto's natuurlijk makkelijker, want die kan je gewoon rijden. En bij de boten vraagt dat nog best wel wat werk om die op te tillen en te verplaatsen. En dus ook een nieuwe er weer inbrengen. Dat is best wel veel werk en daar zijn we soms wel hele middagen zoet mee.
Nou, bij Verscheur hebben we een heel groot assortiment. We hebben denk ik een stuk of 10, 15 verschillende merken. En binnen die merken ook weer allerlei types. Dus maten, uitstralingen. Het is dus heel lastig voor klanten als ze nieuw binnen de showroom komen. Om een goed overzicht te krijgen van welke boot hun aanspreekt. Daar zijn wij als verkopers dus heel belangrijk in om de klant goed te adviseren en veel uitleg te geven over de verschillende modellen. Normaal gesproken als we met nieuwe klanten binnenkomen, lopen we met ze mee de showroom in. Zetten we een kopje koffie zodat ze zich welkom voelen. En kunnen we elke boot één voor één afgaan en ze goed uitleg geven en advies geven over wat de voor- en de nadelen zijn van dat specifieke model. Op het moment dat we een boot hebben gevonden die goed past bij de wens van de klant, gaan we achterin de showroom met ze zitten om een goede offerte te maken. En hopen we dat ze altijd met genoeg advies en duidelijkheid de showroom weer uitlopen. Ja, het voelt een beetje als mezelf verkopen, maar dat is ook zo. Nee, het bedrijf bestaat al sinds 1998 en is sindsdien eigenlijk alleen maar gegroeid en sterker geworden. We zijn ook echt wel een hele grote speler in sloepen en tenderwereld. Maar we zijn nog niet uitgegroeid. We zijn in 2019 verhuisd naar Rijnse de Woude. Daar blijven we echt wel zitten. En waarom? Omdat deze plek ons nog heel veel kans geeft voor de toekomst. Ons bedrijf zit natuurlijk daar achter de dijk. En aan de andere kant van de dijk gaan in de toekomst hele mooie ontwikkelingen van start. En daar staan we nu. Dit is de Braas. En dit is nu een beetje een vervallen gebied. Alleen op, alleen op redelijk korte termijn. Over een jaar ongeveer. Wordt het helemaal aangepast naar een nieuwe omgeving. Nou, ik weet niet of je het heel goed kan zien op het bord. Maar ons bedrijf zit hier. En hier aan de andere kant van de dijk dus komen allemaal hotel service appartementen. Met een binnenjachthaven. Met alleen maar hele mooie boten, sloepen en tenders. Dan komt hier een klein jachthaventje wat we gaan beheren. Hier komen allemaal woonarken die mensen kunnen huren. Uiteraard met een bootje. En dit is bijvoorbeeld een impressie van het gebouw met hoe het wordt. Het wordt allemaal high class en echt wel toekomstbestendig. Nou, we zijn altijd begonnen met de wat kleinere sloepen. En een aantal jaar geleden was onze grootste boot nog 7 meter. Nu is dat inmiddels al 13 meter en we zijn echt nog niet uitgegroeid. En we willen graag dat iemand met ons meegroeit, zodat we in de toekomst alleen nog maar sterker en beter worden. Ja, en nu met dat mooie weer zomers gaan we natuurlijk ook heel graag het water op. We maken heel vaak foto's en video's van boten. Nou, dat doen we hier op de Braassemermeer. De Braassemermeer is een snelvaartgebied, dus ook met de snellere tenders die we in ons assortiment hebben, kunnen we hier echt hele mooie shots maken. We gaan natuurlijk ook vaak proefvaren met klanten of boten testen. Hier bijvoorbeeld de Van Vossen 777 Sport liggen. Daar hebben we vanmiddag een proefvaart mee. Een boot moet natuurlijk altijd wel gepoetst worden, dus we hebben op zaterdag gelukkig heel veel poetshulpjes die de boten dan klaarleggen voor de proefvaart. En hier gaan we straks lekker mee varen. Het is nu nog 's ochtends, zaterdagochtend, dus het is nu nog rustig op het water. Maar zeker in de middagen is het echt een hele leuke plas waar ook heel veel van onze klanten varen. Het is centraal in Nederland, het is dicht bij Amsterdam, dicht bij Leiden. Je kan vanaf hier naar Amsterdam, naar Leiden varen, naar Alphen. Kaag, Westeinder, echt nogmaals hartje Nederland. Nou, zoals Koen eerder al zei, we zijn begonnen in 1998 als echt een heel klein bedrijfje met mijn man Mario. Die is begonnen samen met zijn vader in een heel klein schuurtje. En langzamerhand zijn we steeds groter geworden. En dus ook veel meer personeel, maar het voelt nog steeds allemaal als een soort familie. We zijn echt allemaal wel vrienden van elkaar. En we gaan leuke dingen doen met elkaar. En lekker een dagje varen of een barbecue of wat dan ook. Maar daarbij is het wel een drukke baan, dat moeten we heel eerlijk zeggen. In ieder geval van maart tot en met juni is het best wel eventjes rennen. En dan hopen we wel dat we elkaar gewoon allemaal eventjes helpen. De ene keer in de winter zijn we lekker makkelijk. Wil je dan een keertje, een uurtje eerder weg of wat dan ook. We zijn daar heel makkelijk in. Maar stel, er moet een boot worden afgeleverd en er zitten wat dingen tegen. Dan hopen we wel dat we dat met elkaar allemaal, dus zowel de verkoop als de werkplaats, dat we het met z'n allen doen om die boot toch nog op tijd klaar te krijgen.
Nou, ik hoop dat je een beetje een leuk beeld hebt gekregen hoe het bij ons rijlt en zeilt. En ik hoop dat jij degene bent waarvan je zegt, nou, het lijkt me een hartstikke leuke functie. Kom dan gewoon een keertje bij ons langs. Stuur eventjes een mailtje naar info@verschuurwatersport.nl of naar Koen met een k@verschuurwatersport.nl. En deel deze vlog vooral heel veel en tag mensen waarvan je denkt, hey, dit is misschien een functie voor jou. Als je het leuk lijkt om bij ons te komen werken. Nou, dit was allemaal weer de Sloep en Tenner videoblog van deze zaterdag. En ik zou zeggen, heel fijn en zonnig weekend. Tot volgende week.